Het Nationaal Informatieinstituut, NII, onder leiding van Clifton Limburg, zal de Nationale Voorlichtingsdienst, NVD, volledig vervangen. Tijdens twee werksessies hebben overheidsvoorlichters, vertegenwoordigers van de staatsmedia en mediadeskundigen van gedachten gewisseld over het strategisch plan van dit instituut. Dit meldt het NII in een persbericht. Alle voorlichtingsafdelingen zullen normaal vanuit hun respectieve vakministerie opereren om daarna gecentraliseerd de informatie via het NII aan de samenleving te presenteren. Het instituut zal televisie- en radioproducties maken waarbij het beleid vertaald zal worden naar de gemeenschap. Ook zullen social media producties gemaakt worden over onderwerpen waar de samenleving meer informatie over vraagt. Het traject dat nu gestart is met de voorlichters zal overheids- en regeringsinformatie vanuit verschillende invalshoeken aanbieden, zegt Limburg, directeur van het Nationaal Informatieinstituut.